De nieuwe zendmast aan de Watertorenweg in Bergendal mag voorlopig nog niet de hoogte ingebouwd worden. Dat heeft de Arnhemse voorzieningenrechter gisteren besloten. Het begin van de werkzaamheden deed het dorp letterlijk laten trillen. Dat was voor de rechter een belangrijke reden om de stop te verlengen. Een maand geleden begonnen de werkzaamheden aan de Watertorenweg in Bergendal. Bewoners zijn niet blij met de nieuwe zendmast en hebben meerdere bezwaren ingediend bij de gemeente. Ook zijn ze naar de voorzieningenrechter gestapt, die gisteren onder meer een bouwstop heeft afgekondigd tot 21 mei. Gisteren was de voorzieningenrechter. Daar zaten we met de firma Celnex, de voorzieningenrechter natuurlijk Celnex, de gemeente met een man of vier. Wij met een man of vier, vijf, nog een aanhoorder hier uit de buurt die schade heeft. Dus op een gegeven moment zijn we naar de voorzieningenrechter aanvraag gedaan, stukken geschreven, verweer gemaakt, tekeningen gemaakt, zelf berekening gemaakt, waar is de sondering nou gedaan, waar hebben ze nou gemeten. Tot op een gegeven moment kwam wat de vergunning uit en toen zegt ze tegen de vergunninghouder van ja luister eens, jullie gaan nou korter bouwen met een kortere fundatiebuis, een kortere mast, dan halen jullie het zendbereik niet, maar mogen jullie nou later nog andere kasten erop plaatsen, meer kasten. Nou, de jurist van de gemeente zegt ja, in feite is dat vergunningsvrij, moeten ze een melding doen, dat wel. Ja, ze zegt dus later kan die mast weer opgehangen worden, maar kan die stevigheid aan? Want momenteel voldoet u niet aan de bouwvergunning, want u bouwt korter, dus heeft u een nieuwe vergunning nodig. Hoe de werkzaamheden rondom de nieuwe zendmast verder gaan, is vooralsnog onduidelijk. Wel heeft de voorzieningenrechter aangegeven dat de telecombedrijf Celnex, de gemeente en de bewoners samen op zoek moeten naar een oplossing. Hoe kunnen we nou verder? Kunnen we naar een andere locatie kijken? Kan hier een andere mast op? Moeten er misschien twee masten komen? Deze mast, een vervanger van deze mast met een kleinere footprint. Of ergens anders een locatie? Ja, dat ligt nog allemaal open. Van Wezel is in ieder geval niet blij met de huidige situatie. Dit kent alleen maar verliezers, dit. En je kunt zeggen, de buurt kan verliezen, de gemeente kan verliezen, Celnex kan verliezen, de vergunninghouder. Maar geld gaat het kosten, links of rechts, want er staat een paal aan de grond. Er zijn werkzaamheden verricht. Zijn we gelukkig? Nee. Tuurlijk zijn we niet gelukkig mee, want we hadden liever van tevoren met de gemeente aan tafel gezeten. Van jongens, wat is nou de bedoeling? Wat gaan we doen met de zendmast naast een monument? Ja, dat is even de vraag. Dat weten we niet.